Nou, wat ik vandaag en vanmiddag heb gezien zijn fantastische acts van de jeugd van Helvoort, van de senioren van Helvoort. Nee, de senioren komt vanavond pas, van de junioren. Hoog niveau, dacht ik. Ze hebben zich allemaal geamuseerd, ze hebben zich ingezet. Nou, en dan, we gaan los voor de dame. Mario, bedankt. Interview is zo heel lastig. Jullie zijn er allemaal klaar voor? Volgens mij ging er wel iets meer uit dan gepland, had ik het idee ergens. Of... maar oké, fijn guys, blijf houden, blijf houden. Ja, ik dacht in het begin eventjes met die ballonnen op jullie ogen. Ik denk, oh jee, zo laat ik wel zien dat ze gaan playbacken. Maar dat werd eigenlijk super goed gedaan. Jullie allemaal, jullie deden allemaal goed mee. En ja, leuk die verschillende acts. Dus ja, nou, vond het leuk om te zien. En dan vind ik het mooie van de playback dag. Voetbalclub is meer dan een voetbalclub. Hè. Mensen hebben, kunnen zich op andere manieren ontmoeten hier, zijn sociaal bezig met elkaar. En ik denk dat voor een dorp als Helvoort gewoon heel belangrijk is dat dat soort dingen gebeuren. Godverdomme nogal. Vanmiddag was het heel druk, maar natuurlijk ook een beetje te verklaren omdat er twee teams waren die kampioen zijn geworden. Dan komen de papa's en mama's kijken, die anders ook best wel mogen komen kijken, maar misschien andere bezigheden hebben. Ik moet zeggen dat jullie dat wel echt heel goed hebben aangepakt. Jullie zien er allemaal goed uit en mooi als vrouwen gekleed. Daar hebben jullie goed jullie best op gedaan. Dus dat zijn zeker pluspunten. Ja, ik moet zeggen, ik zeker.
zeker positief eigenlijk. Zeker. Ja, dus we waren positief verrast, maar ik vond het inderdaad goed gedaan. Mooi uitgevoerd. Goed, je begint je verhaal met ik heb er geen woorden voor en dan blijf je gewoon 5 minuten praten. Ja, maar we hadden wel apart. Maar als jullie zijn, dan nog iets voor jou, joh. Dus waarom is het net een gek? Ja, ik durf eigenlijk helemaal niet in de microfoon te praten. Nee, ik vind het grappig om een beetje te spelen. Mensen, er gebeuren dingen, daar reageer je op. Maak je een grapje over. Zonder mensen te kwetsen, tenminste dat probeer ik niet. Maar ja, een beetje humor in het geheel, dat vind ik wel grappig. Als ze me uitnodigen en de contracten zijn goed, dan zal ik zeker nog een keer tekenen.